Zuid-Steiermark. De regio noemt zichzelf graag het Toscane van Oostenrijk. En qua gevoel klopt het ook wel een beetje. Aan de andere kant, de streek die zich zo noemt, ja, dat heeft vaak te maken met een minderwaardigheidscomplex. En het was hier vroeger ook een armenhuis in een uithoek tussen op de grens met Hongarije en Slovenië. Maar nu ligt het allemaal anders. En er is één groot geluk uit die tijd. En dat is dat de prachtige producten bewaard gebleven zijn. Eerlijke, authentieke producten. En dat is weer helemaal in. En als je dan zo op je gemak door dat prachtige heuvelland reist, ja, dan neem je bij die lieve mensen onderweg, bij boeren, neem je wel eens wat mee. En daarvoor hadden we een rugzakje meegekregen. Zoals daar zijn. Chocolade van Zotter. Kruiden. 100% natuurlijke honing. Ham. Niet van beestjes die in de stal gezeten hebben, maar die hun hele leven buiten op het land gelopen hebben. Kürbiskernöl. Het olijfolie, de olijfolie van Steiermark. Gemaakt van pompoenkernen. Appeltjes. Kaas. Heerlijke kaas. Van schapen vaak. En de trots van de regio. Wereldberoemd Sauvignon Blanc. Maar het is ook niet slecht.